De Pride zal dit jaar weer anders gaan dan dat we allemaal gewend zijn. Ik ga spreken met vier mensen die met beide benen al jaren in de community staan. Heel wat Prides hebben meegemaakt en mij meer gaan vertellen over het belang, maar ook het feestje van Pride Amsterdam. We gaan de reguliers inlopen. Oh, de reguliersdwarsstraat. Het is aan de vierde boven vandaag. Wat heerlijk. Een leuke straat. Ik vind het een heel erg leuke straat. Ik kom er al ontzettend lang. Ik heb hier veel avonturen meegemaakt en mijn eerste echte verkering, waar ik nog steeds heel erg dol op ben, maar die inmiddels is getrouwd met iemand anders, heb ik in deze straat ontmoet. Waar? Bij de coffeeshop aan het begin. Zoals je ziet, het is lekker druk in de reguliers. Het is wel de homostraat van Amsterdam in het hoofd van heel veel mensen. Ja. Dus ik vind het hartstikke fijn dat daar gewoon dat leven weer een beetje zo uit de kast komt. Letterlijk. Ja. Ja. We gaan zo meteen natuurlijk een heel zwaar gesprek hebben. Ja, dat hangt van jou af natuurlijk, maar gelukkig ben ik er zelf ook bij. We zijn bij de show. Oké, gaan we naar binnen. Ja, je had gelijk. Oh, zalig. Ja, daar gaan we. Oh, hier, is mijn glas? Ja. Nou, dat was echt wel een goede plop. Ik vind dat een goede inkomer. Cheers vast op dit gesprek. Cheers, erg leuk weer. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, heel leuk dat je er bent inderdaad. Ja. Hoe is Snorella ontstaan? Het is eigenlijk vrij eenvoudig. Ik ben een drag queen met een snor. En als je een beetje iconisch wil neerzetten, dan kun je denken aan Barbarella. Nou, dan is het al snel Snorella. Een grap met een boodschap. Geboren in discotheek De Trut. Okay. Als wc-juf, daarom heet ik ook Snorella. WC van mijn achternaam. Snorella WC. Ja. Maar je kan jou dus, zoals je al zegt, definiëren als een drag queen? Ja, feitelijk wel. Of een crossdresser, of een tranny boy, of een femme boy, of een girl man, of een manwijf. Of kies iets wat bij je past. Geen hekel aan labels? Nee, ik vind labels soms wel heel handig om gewoon even snel in een gesprek iets aan te duiden. Of met elkaar snel te weten, oh, daar hebben we het over. En aan de andere kant zijn die labels ook weer heel erg definitief. Ja. Of het is een definitie. En daar heb ik soms moeite mee. Dan denk ik, ja, maar als je dit bent, dan kan je dus niet dat zijn. En dat steekt me als persoon vaak. Omdat ik merk dat ik veel meer ben dan dat ene stukje. En toen is die avond die naam geboren. En dat was de start van het avontuur wat nu al bijna 10 jaar duurt. Ja, super tof. Wat wil je uitstralen met Snorella? Wat is jouw verhaal daarachter? Het is dus begonnen als een grap. En een paar weken later werd dat een grap met een boodschap. Toen was er op het Museumplein een concert van Rusland. Precies in de tijd dat er in Rusland een wet werd aangenomen. Anti-homo-wet heette dat. Ja. En daar was ik het niet mee eens. En het COC ook niet. Die heeft toen een tegendemonstratie georganiseerd aan de andere kant van het plein. Ja. En toen heb ik bedacht om al mijn vrienden te vragen of ze in het zwart wilden komen. Is dat ook jouw kenmerkende kleur, zwart? Gitzwart haar en een gitzwart hart. Nou ja, en dan rode lippen en gewoon verder een hele leuke persoonlijkheid. Ja, qua uiterlijk, ja. Nee, maar dat kwam omdat ik in die periode gewoon zo ontzettend veel plezier had gehad in De Trut, weet je wel. En dan naar huis fietsen door de stad, gewoon echt zo van wauw, wat leuk. En dan is het met iets pruik en ha ha ha, wat leuk, wat gezellig. Ja. En toen waren er filmpjes op het internet uit Rusland, waarin mensen zoals ik, die ook misschien verkleden of misschien wel trans zijn of zo, achtervolgd werden door jongens, flessen kapot geslagen en die werd gewoon echt helemaal in elkaar gemapt. En dat stond op het internet en ik zag dat. En toen moest ik zo hard huilen 's morgens, omdat ik dacht, hoe kan het? Dat gaat niet alleen maar over die persoon, maar het gaat ook over mij, weet je wel? Ja, het kan. Ik doe ook wat ik leuk vind en wat ik fijn vind. Ja. En ik ga naar huis en ik ben blij en zo. En dat had jou ook kunnen overkomen dan? Ja, dat had mij ook kunnen overkomen. Ja. En toen was ik heel erg verdrietig en heel erg boos. Maar ook intens gelukkig tegelijk dat ik in een situatie leef waarin ik heel veel kansen heb en heel veel momenten kan pakken om precies dat te doen. En wat heb je daartoe gedaan? Toen ben ik voor de eerste keer als Snorella de straat opgegaan, want ik deed het eigenlijk in de veilige omgeving van De Trut in dit geval. Hoe voelde je daarbij? Heel erg overtuigd van het feit dat ik dat moest doen. Ik heb toen al mijn vrienden gevraagd om in het zwart te komen, in de rouw, zeg maar. En ik had, ik heb zitten knutselen, ik heb een klein doodskistje getimmerd, zwart gemaakt, rauw, zwart.
een rouwstoet bedacht. Dus al mijn vrienden in zwart laten komen en een aantal kostuums bedacht. En toen zijn we over dat museumplein langs dat Russische podium gelopen. Ja. Hebben we dat kistje neergezet bij die tegendemonstratie op Schragen. Een minuut stilte gehouden bij dat kistje. Ja. En toen kwam er hele mooie klassieke muziek, ook spontaan in de repetitie van die tegendemonstratie. Ja. En toen ging dat kistje open en daaruit kwam de grote homovlag die altijd op de Westerkerk hangt. Ja. Die had ik mogen gebruiken voor deze actie. En die kwam daaruit en daar hebben, nou, ik denk wel 100 mensen mee staan wapperen. En dat was zo indrukwekkend. Ja. En dan heb ik met Eberhard van der Laan, onze vorige burgemeester, sigaretjes staan roken en zo. Het was echt een moment van, wauw, als ik voel dat ik iets moet doen, dan moet ik dat dus ook doen. Dus dat ben ik meer gaan doen. Heb je dat gevoel al vaker gehad vanaf dat moment van, ik moet iets doen, dus ik ga het doen? Ja, zeker. Ik ben feesten gaan geven, die heette Flikker. Dus dat ben ik toen ook gewoon maar gaan doen. Ja. Sterker nog, ik heb het hier gewoon. Je hebt het erop staan. Ja. Jeetje, ja. Ik ben dat. Jij bent dat. Ik ben dat ook. Ja. Ik ben ook een Flikker. En is dat inderdaad ook zo dat Snorella een combinatie is van entertainment, activisme, een drag queen, gekkigheid? Dat eigenlijk alles samenkomt in Snorella? In die afgelopen 10 jaar heeft Snorella een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Sommige mensen weten nog waar ik vandaan kwam. En hoe het zo gekomen is, heeft voor Micha, zeg maar, als je die twee even uit elkaar haalt, ontzettend veel betekend op het gebied van ontdekken van jezelf. En over zelfliefde en over zelfexpressie. Ja. Dus zij is echt een toevoeging op Micha's persoonlijkheid. En andersom ook natuurlijk, want die twee hebben een hele hechte relatie. Ja. Ze houden heel veel van elkaar. Een hele simpele vraag. Ben je vaker te vinden als Snorella of vaker te vinden als Micha? Poeh. In mijn hart denk ik dat het eigenlijk één ding is, maar in voorkomen, ik bedoel, ik heb ook gewoon een baan, weet je, ik doe ook gewoon werk, is dat misschien eigenlijk ook wel 50-50. Ja. Ik bedoel, ik draag zelf heel graag pareloorbellen en nu heb ik er dan lekker hoepels bij gedaan. Ja. Dus er is altijd wel een elementje van iedereen aanwezig. Maar ik ben het ook aan het tatoeëren, weet je. Zo, je mist nog... Twee letters. Ja, precies. Twee letters en een streep van E. Ja, dus dat staat ook voor alles op zijn tijd. Ja. First things first. Want ik wil dat ze allemaal een betekenis hebben, omdat het over Snorella gaat, maar ook over het leven. Ja. Dus de A staat bijvoorbeeld voor autonomie. Dat is de eerste die ik heb gezet. Oh, mooi. Ja. Ja. Kan je denk je begrijpen dat voor mensen ook, dat mensen het ook soms niet kunnen begrijpen? Ja, heel goed. Ja, en dat het misschien ook een beetje apart of intimiderend kan overkomen en zo? Zeker weten. Ja. Ik heb samen met vrienden een tent op de Zwarte Cross. Ja. De gay café, de kast, Kom de Ruud. Een plek waar jaarlijks kinderen met hun ouders naartoe komen om uit de kast te komen. Wat goed, op de Zwarte Cross, dat is toch wel een bijzondere plek om zoiets te hebben, denk ik. Nee, het is een hele logische plek, want het is ook een plek waar alles wat eigenlijk niet bij elkaar lijkt te passen, samenkomt. Okay. Het is een plek van enorme diversiteit. Ik ging de kast uit, even rondje lopen op het terrein. En toen kwam er een boer naar me toe rennen, echt gewoon op klompen met zo'n korte spijkerbroek en zo. En die kwam voor me staan en die zei, ja, wat is dit dan? En toen zei ik, nou, dat weet ik ook niet. En hij gooide zijn glas bier vanuit een soort beweging in mijn gezicht. Ik had ook bier in mijn hand, dus ik gooide dat ook terug in zijn gezicht. Al die vrienden, boeren daaromheen, allemaal lachen. Ja. Wij met z'n tweeën keihard lachen. En toen zijn we elkaar, toen zijn we elkaar in de armen gevlogen, zijn we nieuw bier gaan halen. Dus hij begreep het niet. En hij vroeg, wat is dit dan? Ik zei, ik weet het ook niet. Ja. Einde verhaal, even goede vrienden bier halen. Heel erg mooi om te horen. Ik ook. En ik bedoel, ik heb ook andere ervaringen hoor, dat je echt even goed in elkaar getimmerd wordt. Omdat je... Heb jij zelf meegemaakt? Ja, wel een aantal keer. Ik denk dat heel veel mensen wel een keertje iets toegeroepen hebben gekregen of gespuugd zijn. Of misschien in elkaar gemapt ook wel. Als je van de Regulus Dwarsstraat naar het Leidseplein loopt bijvoorbeeld, dat is altijd een plekje waar het een beetje zo spannend kan zijn, omdat je niet precies weet. Maar er zit een café om de hoek waar ik graag kom, dus dan loopt dat wel. Andere keer op de fiets, achtervolgd door jongens op de scooter. Met z'n drieën. En ik ben dan alleen, weet je wel. En ik heb nog nooit gevochten, dus ik weet helemaal niet hoe dat moet. Dus toen ben ik maar in een hoekje gaan zitten om... En ik dacht alleen maar, oh, mijn tanden. Toen hebben ze mijn fiets in het water gegooid, sleutels ook erachteraan. Ben in elkaar gemapt, gebroken rib had ik toen opgehaald door de ambulance in het ziekenhuis. Politie gebeld natuurlijk. Jongens opgepakt trouwens, dat was wel heel fijn. Mooi. Rechtszaak geworden. Mooi, is wel gewonnen. Nee, helaas.
omdat zij niet vervolgd werden. Omdat de verdedigende partij zei tegen de rechter, nou meneer de rechter, deze man ziet er toch nogal wat potig uit. Dus het zal allemaal wel wat meevallen. Dat was de conclusie. En is de rechter mee akkoord? Ja, er is niet iets uitgekomen. Weerhield je er dat niet van om Snorella opzij te zetten op dat moment? Nee, absoluut niet. Nee, of was het juist zoiets van, hier wil ik juist dan mee doorgaan? Ik weet niet of dat door die dingen komt. Ik denk dat het meer komt omdat ik gewoon heel graag met Snorella op stap ga. Op stap ga, ja. Ja. Samen mee bent. En... Ja. Want zij brengt mij op plekken waar ik uit mezelf nooit terecht zou komen. Ja. Zij wordt uitgenodigd op locaties waar Micha Snijderberg niks te zoeken heeft. Snap je? Denk je dat dan zoiets als de Pride, dat natuurlijk dit jaar heel anders zal zijn dan dat we gewend zijn? Ja, zeker. Denk je dat het belangrijk is dat er altijd aandacht gevraagd wordt voor de Pride, in welke vorm dan ook? Zeker weten. De kritiek op de Pride is natuurlijk heel vaak van, hè, waarom is dat nou nodig? Ja. En dan ook nog, waarom is het nodig om daar met je blote billen op een boot te staan? En we hebben het toch allemaal heel goed in Nederland en het valt toch allemaal wel wat mee en zo. En ik denk dat dat gewoon niet zo is. Ik bedoel, mijn moeder houdt heel veel van mij. Maar toen ik een fotoproject ging exposeren waar ik met heel mijn hart en mijn ziel samen met Leon aan gewerkt heb. Toen wilde ze niet komen, want ze vond het moeilijk dat ik travestie doe of zo. Ja. Of ze kon zich daar geen houding in geven. En dat is eigenlijk ook een soort homofobie of zo. Ja. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, is ze wel gekomen hoor. Nee, oké, maar toch de primaire reactie is dan toch inderdaad... Ja, want homofobie. We zijn, hoe je het ook went of keert, uiteindelijk label minderheid. Ja. En dan heb je een meerderheid. Ja. En ik heb laatst ergens een interview mogen geven en toen las ik dat terug. Toen dacht ik, oh, dat heb ik eigenlijk ook wel weer goed gezegd. Ik vind de tijd... dat de meerderheid zich aan gaat passen aan de minderheid. In plaats van andersom. Ja. Ja. Want als de meerderheid zich nou eens aanpast aan de minderheid, gewoon als opdracht, ja, dan is alles opgelost. Dan is er geen discriminatie, geen uitsluiting en geen dat soort dingen. In alle vormen natuurlijk. Ja. Oh, ja. Dus dat is gewoon een missie. Ik vind het heel belangrijk dat we ons, in welke vorm je daar ook voor kiest, openbaar maken. En of je nou drag doet of juist helemaal niet, of een gewone homo bent, of een leernicht, of een whatever, ja, laat jezelf zien, laat van je horen. Want hoe meer wij ons aan andere mensen laten zien, hoe sneller zij iets kunnen begrijpen, misschien wel, van plezier, geluk, verbinding, samen zijn. Ja, of het niet begrijpen en het accepteren, zoals de ervaring met die jongen op de Zwarte Cross. Mooi toch? Ik probeer gewoon mezelf elke dag het gevoel van Pride te geven. Ik probeer elke dag me bewust te zijn hoe ontzettend dankbaar ik ben dat ik een huis heb. Dat ik hele lieve vrienden heb, dat ik een fijne familie heb. Dat ik geld mag verdienen met dingen die ik ontzettend leuk vind. Ja. Dat mensen mij opzoeken, dat ik mensen kan opzoeken en dat ik daar welkom ben. Dolgelukkig. Pride, heel belangrijk dus. Ja. Wat vind je er dan van dat de Pride nu niet in zijn normale vorm, zeg maar, door kan gaan? Ik denk dat ik dat net als jij... gewoon heel erg klote vindt. Ja. Ik bedoel, deze hele periode is natuurlijk absurd. Ja. We worden noodgedwongen een beetje bij elkaar weggehouden. Ja. En ik merk bij mezelf ook als ik nu door de stad loop en iedereen komt weer een beetje naar buiten. En je ziet al die gezichten die je herkent, dat me dat heel erg goed doet. Ja. Dat ik daar heel blij van word. Dus het is een, ja, het is niet anders, weet je wel. Dus ik heb me daar ook alweer bij neergelegd. Ja. Maar ben je bang dat als het niet zo uitbundig gevierd wordt, dat dan misschien het ook een beetje weggezakt allemaal? Is... Ben je mal weer? Denk je van niet? Nee, natuurlijk niet. Ik weet niet hoe oud jij bent. Ik ben 18, maar... Oké, kijk, dat is dus een nieuwe generatie, ja, die dus weer opnieuw bezig is met zichzelf te laten zien en de wereld blijvend het verhaal te vertellen dat we gewoon, ja, bestaan. Dus ik heb die angst echt totaal niet. Dus je hebt er vertrouwen in dat, ja, als we volgend jaar met een Pride terugkomen, dat we 100% terugkomen en ons weer helemaal volledig laten zien. Het is mijn wensgedachte, maar ik weet niet hoe deze situatie waar we nu in zitten met z'n allen zich ontwikkelt. Tuurlijk. Maar ik weet zeker als het moment er is dat iedereen zich veilig voelt, want daar gaat het natuurlijk ook om, om in grote getalen weer lekker bij elkaar te zijn, dat we dat gaan doen. Want we zijn kuddedieren, we willen bij elkaar horen, we willen naar elkaar kijken, we willen lachen, we willen genieten, we willen indrukken krijgen, want daar groei je gewoon door, weet je. Ja. Nu ben ik wat meer kleur aan het dragen, omdat ik blijer ben dan toen ik begon ermee, weet je, dat boos, verdrietig en intens gelukkig tegelijk. Wat was in het begin jouw vaste kleur? Was het zwart. Altijd in het zwart. Zwart haar, zwarte ogen, zwarte snor.
En dan ben je gewoon een soort herkenbaar, weet je wel. Dan weten mensen in 3 minuten, oh, dat is Snorella. Kan niet anders. Nou, 10 minuten, 10 seconden. 10 seconden. Ja. Zijn er dingen die in het verschiet zijn, waar je mee bezig bent, wat er aan gaat komen? Ik ben nu bezig opnieuw in een project om 10.000 blikken, halve liters Snorella bier te laten brouwen. Met jouw hoofd erop? Met mijn hoofd natuurlijk erop. Ja, dat wordt dan getekend door Martijn Overwil. Een hele goede cartoonist is dat. We hebben al eerder bier meegemaakt. En hij heeft ook heel veel cartoons gemaakt voor posters van mijn feesten en zo. Ja. Dus daar wil ik een heel nieuw avontuur mee gaan beginnen. Om te kijken hoe we dat gaan aanpakken. Snorella opent voor ons hele gezin, laat ik zeggen. Heel veel deuren. Het is eigenlijk te veel om op te noemen. Ik wil met het fotoproject Kings and Queens, wat zij heeft geïnitieerd, verder de wereld in. Dat is door de COVID ook even on een soort hold gezet. Maar er zijn ook wel weer ingangen. Ik ben ambassadrice van de AIDS Healthcare Foundation. Wat is dat? De AIDS Healthcare Foundation maakt het mogelijk om gratis HIV-tests te doen, anoniem. Oh ja. Dus daar komen heel veel mensen die anders niet in het testcircuit terechtkomen. Ja. Met als doel om zo snel mogelijk mensen te identificeren die drager van het virus zijn, om ze aan de medicatie te kunnen krijgen, zodat ze ondetecteerbaar worden en dat misschien het virus wel de wereld uitgaat. Dus dat is een grote missie waarvan ik het zelf heel belangrijk vind om daar een bijdrage aan te leveren, omdat op homoseksualiteit, ook op HIV, nog steeds een enorm stigma ligt. www.gratishiftest.nl. Schitterend, heel mooi. Wij gaan toasten op toch nog een beetje een goede Pride. Ja, ze stinkt lekker bij. Doe mij ook nog maar. Ja. Ik zou niet weten hoe ik straks naar huis moet. Goed werk. Ik zal je wel brengen in mijn nieuwe bakfiets, want dat is ook een project waar je binnenkort meer van gaat horen. Volg op Instagram, denk ik. Dus ga je daar posten? Zeker weten. Ja. Proosten op toch een fijne Pride. Dankjewel. Op de gedachten erachter. En ik vond het heel fijn om met je te spreken. Ik vond het ook leuk weer. En sowieso tot ziens. Yes. Oké, dankjewel. Oké, dag.